Hallo, ik ben Mark Visser en dit is het nieuws van de week. Een journaal van de NOS in makkelijke taal. Dit keer gaat het over mensen die meer willen werken, maar dat niet mogen van hun baas. We vertellen dat veel inwoners van Oekraïne in de kou en zonder stroom zitten. En we laten een bijzondere sport zien met roofvogels. Er is een groot tekort aan personeel in de zorg. Veel ziekenhuizen en verpleeghuizen zoeken medewerkers. Sommige mensen die al in de zorg werken, willen best meer uren werken. Maar volgens hun bazen is dat geen oplossing voor het personeelstekort. Dit is Manon. Al toen ze een klein meisje was, wist ze dat ze mensen met een handicap wilde helpen. Eigenlijk vanaf kleins af aan wilde ik graag in de zorg werken. Ik wilde betekenisvol zijn in de maatschappij. En toen dacht ik van ja, ik wil graag zorgen voor mensen. Manon heeft twee banen. Ze werkt ook hier bij een bedrijf dat tafels maakt. Ze wilde liever meer uren in de gehandicaptenzorg werken. Maar volgens haar werkgever kon dat niet. Ja, ik heb meerdere keren gevraagd, maar helaas kon dat niet. De baas van Manon zegt dat hij haar niet meer uren kan laten werken. En ook andere werkgevers in de zorg vinden het lastig om hun personeel meer uren te geven. Dat komt omdat er niet de hele dag door evenveel te doen is. Vooral 's ochtends en 's avonds moet er veel gebeuren. Mensen moeten worden geholpen bij het aankleden of het uitkleden. 1, 2, yes. En bij het eten. Dan heeft het personeel het heel erg druk. Maar overdag is er minder te doen. En dan is er dus minder personeel nodig. Manon werkte daardoor niet genoeg uren per week en verdiende zo niet genoeg geld. Ze nam een extra baan om haar rekeningen te kunnen betalen. Op haar tweede werkplek kan ze overdag aan het werk. Manon heeft dus nu twee banen en verdient zo genoeg geld. Ze is tevreden over deze oplossing. Maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Deskundigen vinden daarom dat er iets moet veranderen in het werk. Ze vinden dat personeel niet alleen 's ochtends en 's avonds, maar ook overdag tijd moet krijgen om mensen te verzorgen. Dan kunnen ze hun werk met meer rust en aandacht doen. En dan zijn er misschien meer mensen die dit werk willen doen. In Nederland worden generatoren voor Oekraïne ingezameld. Dat zijn apparaten die elektriciteit opwekken. De generatoren zijn hard nodig omdat veel mensen in Oekraïne nu zonder elektriciteit zitten. Deze vrachtwagen met Nederlandse spullen rijdt naar Oekraïne. In de laadruimte staan ook generatoren. Die worden gebracht naar bijvoorbeeld ziekenhuizen, banken en winkels. Dankzij elektriciteit van de generatoren kunnen ze open blijven. Oekraïne ligt hier. 9 maanden geleden viel het Russische leger Oekraïne binnen. Eerst bezette het Russische leger een groot deel van Oekraïne. Maar de laatste maanden hebben Oekraïnse militairen grote delen weer teruggepakt. Maar dat betekent niet dat Oekraïne nu minder wordt aangevallen. Overal in het land komen Russische raketten neer. Vooral energiecentrales worden geraakt. Een soort fabrieken die stroom opwekken. Als die kapot gaan, heeft dat grote gevolgen. Ziekenhuizen moeten patiënten nu soms opereren zonder elektriciteit. Bij het licht van zaklampen proberen dokters zo goed als het kan een operatie uit te voeren. Apparaten die echt nodig zijn, krijgen stroom van een generator. Door de aanvallen hebben veel Oekraïners ook geen verwarming meer, zoals deze vrouw. Hoe kijk dan was het zojuist batterijen wat het zojuist? Nu, zaraz пока холодно, света нема и холодно. Ah. Да. Het зависит от электричества, да? Да, да, да. Ja. Inwoners die in de kou zitten worden in veel steden ook geholpen met een generator. Niet in hun eigen huis, maar in grote tenten. Daar kunnen mensen zich opwarmen, telefoons opladen en er is internet. Een vrouw die daar zit zegt dat Oekraïners zich nooit zullen overgeven aan Rusland. Ook niet als Rusland hun energiecentrales bombardeert.
Я хотіла сказати, що ми без світла бачимо, що вони облюдки, і ми обов'язково їх переможемо. Тому що якщо навіть нас в блокауті не зламати мільйони людей у Києві, то я думаю, що це тільки може їм доказати те, які ми сильні і на що ми готові. Тобто ми готові терпіти все. Так, у Києві немає води, немає світла, але у Києві немає русні, це головне. Україна krijgt niet alleen generatoren uit het buitenland. Het land krijgt ook spullen waarmee de energiecentrales en kabels kunnen worden gerepareerd. Na een aanval van het Russische leger gaan monteurs direct aan de slag. Een monteur vertelt dat het repareren niet makkelijk is. Общем, роботи дуже багато. От. Ну, затягнеться, ну, ну, надовго може затягнутися. Ну, ми зробимо все, щоб це можна було зробити якнайшвидше. Oekraïne is blij met de hulp, maar zegt dat er meer nodig is. Het land wil ook wapens waarmee ze de Russische raketten uit de lucht kunnen schieten. Zodat de energiecentrales niet meer geraakt worden en iedereen elektriciteit en verwarming houdt. Het land Qatar is op dit moment veel in het nieuws. Dat is omdat het WK voetbal daar wordt gehouden. Maar er is een andere sport die veel ouder en populairder dan voetbal is in Qatar. En dat is het jagen met valken. Deze mannen in Qatar zijn op weg naar de woestijn om met hun valken te trainen. Dat doen ze als de zon opkomt of ondergaat, omdat het overdag te heet is. كتجيز لا فترة الصباح فترة المساء هذه الفترة المسائية. Qatar ligt hier. In dit land werden valken vroeger gebruikt om eten te vinden voor mensen die in de woestijn leefden. Nu gebeurt het jagen met valken vooral als sport. Tijdens een wedstrijd jagen de valken op duiven. De valk die als eerste een duif vangt, wint. تربينا عليها واحنا صغار مع ابهاتنا مع اخواننا مع خوالنا مع عمامنا مع اجدادنا الشيبان اول علمونا عن هذا تراثنا. Om te oefenen binden Abdul Hadi en zijn vrienden wat eten aan een drone en lokken zo de vogel de lucht in. Hoe vaker de vogels trainen, hoe sneller en sterker ze worden. De sport is ook populair bij kinderen. نحكي على في المدرسة نتسولف على الصغور وأقول حق أصدقائي الطيوري أنواعهم شو يصيدون كل يوم. De kapjes zijn nodig om de dieren rustig te houden. De handschoenen zijn er om hun eigenaar te beschermen. Het is een dure sport. De goedkoopste valk kost al gauw €1.500. En de prijs kan oplopen tot meer dan €250.000. Hoewel het een dure sport is, doen Abdul Hadi en zijn vrienden het graag. Na een paar uur trainen is het donker en is het voorbij. Eerst krijgt de vogel wat te eten en te drinken. Pas daarna nemen de mannen zelf wat. In dit journaal vertelde Manon dat ze niet zoveel uren kan werken in de zorg als ze zou willen. We legden uit waarom mensen in Oekraïne zonder licht en verwarming zitten. En we lieten zien hoe er in Qatar wordt gejaagd met valken. Volgende week is er weer een journaal in makkelijke taal. Tot dan!